Ja, Fabio Jacobsen. Opnieuw winnaar van het NK voor belofte. Geschiedenis geschreven, want je bent de eerste die 2 keer weet te winnen. Ja, ja, nog steeds de beste van Nederland. Het is natuurlijk 1 wedstrijd en ja, ik sta al 3 keer op rij op het podium. Ik vind het wel mooi om naar zo'n koers toe te pieken en ja, er dan echt vol voor te gaan zoals vandaag. Maar ja, deze, ik win hem. Maar ik denk dat we hier met de ploeg gewoon ja, gedomineerd hebben. Met 6 man hebben we laten zien dat we denk ik de beste ploeg van Nederland zijn. En als je dan wint 1e en 3e en 4e, ja, dan kunnen we heel, heel tevreden zijn. Koers was redelijk lang gesloten. Kopgroep die vooruit was. Op welk moment heb jij besloten van nu moet ik er naartoe? Ja, ik dacht gewoon we geven gas. Met nog 2 rondjes te gaan, dan zitten we in het laatste uur. Ja, dan zijn de benen toch meestal leeg bij de meesten. En ja, ik steek over met Sjoerd Baks. Ik ken Sjoerd Baks van vroeger, die zat bij mijn club. Die kan dat is een goede tijdrijder. En met Jaap de Jong, die reed ook hard. En met z'n drieën rijden we denk ik 40, 45 seconden dicht. Ja, en dan komen we erbij en dan mag je natuurlijk nooit twijfelen. En ik ben gelijk doorgegaan. Ja, en dan met Julius en Artijs. Was het bijna onmogelijk om te verliezen als je met zulke sterke jongens vooruit zit. Ja, want jullie bleven met, uiteindelijk met 4 man over, waarvan 3 van jullie ploeg. Hoe ver heb je gedacht van, we moeten het nu eigenlijk wel afmaken? Ja, gewoon, kijk, dan ga je meer op instinct. En ik heb naar die jongens geroepen, ga maar solo. Artijs of jullie, het maakt me niet uit, we mogen ook kampioen worden. Als we met de ploeg maar winnen. En ik, op een gegeven moment, ja, dan schuif ik ook mee en dan ons de beurt. Nou, we raken Pascal Ekon kwijt. Die is leeg. Dat is ook normaal als je de hele dag in een kopgroep zit. En ja, dan met 3 op 4, dan mag je het nooit uit handen geven. Zeker niet als je ook nog de rapste man hebt. En nu, hoe groot is de euforie? Ja, ik ben hartstikke blij. Ik denk dat het vanavond wel een feestje wordt. Wat ga je zoal doen, denk je dan, vanavond? Nou ja, ik denk eerst met de ploeg hier gezellig wat eten. Die jongens bedanken. En dan vanavond thuis een klein feestje. Vorig jaar stelde ik je vraag, belofte kampioen wordt meestal prof. Is natuurlijk niet gebeurd. Hoe gaat het volgend jaar eruit zien? Nou, kan nog steeds, denk ik. Ja, vorig jaar belofte kampioen nu. Ik denk dat ik mezelf goed op de kaart zet met de overwinningen die ik heb. En ik denk dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. En nu is het kijken wat is het beste voor Fabio Jacobsen, de volgende stap. En daar zijn ze natuurlijk bij het hoofdkantoor gewoon druk mee bezig. En dat hoor ik vanzelf. Voel je je er klaar voor? Ik denk het wel. Ik denk nu wel. Vorig jaar zei ik nee. Nu ja, wil ik het wel proberen. Het zal niet gelijk super gaan of ja, ik zal er hard voor moeten werken. Maar dat ben ik echt wel bereid om te doen. Goed, dankjewel.